Ik ben dankbaar dat we hier zijn voor een heugelijk feit. Dat we vandaag de vierde sportbijbel mogen presenteren. De sportbijbel is een bijbel waar getuigenissen van topsporters in staan of ex-topsporters. En zo hopen we door middel van die getuigenissen jongeren met name, maar ook wel andere mensen, om die te bereiken met het evangelie. Ja, dit is Levi Risa Massou. Hij is een ex-Feyenoorder, hij heeft bij de jeugd van Feyenoord gespeeld. Daarna is hij het profcircuit ingegaan, bij NEC heeft hij gespeeld. Ja, over mij staat in de sportbijbel dat ik ben opgegroeid met geloof. Als een klein jongetje een droom had om profvoetballer te worden en mensen te vertellen over de liefde van Jezus. En ergens onderweg is één droom is de belangrijkste geworden, is nummer één geworden en dat is voetbal. Ik ben geen topper geweest, maar ik verdiende wel zoveel dat ik meer verdiende dan mijn ouders. En op dat moment gaan deuren voor je open. Discotheken, daar sta je op de gastenlijst. Je bent eigenlijk de man. Dan wordt de vraag vaak gesteld, is geloof en sport moeilijk? Aan de ene kant ja. Aan de andere kant, als je echt radicaal bent en zegt van hey, ik wil Jezus volgen, is het juist een van de mooiste plaatsen om je geloof te mogen en kunnen uiten. Om daar een licht te zijn. Ik raakte geblesseerd. Dus je bent niet meer de man, de kranten bellen je niet meer, de trainer kijkt niet meer naar je om. En op een gegeven moment zat ik ook thuis in een moeilijke situatie. Ruzie thuis met mijn ouders. Ik woonde nog in huis, ik was 18, 19, ja, rond 20 jaar was ik. En op een gegeven moment ging eigenlijk alles fout. En ik zat in de auto, in mijn mooie grote Jeep. En ik had nog één christelijke CD in de auto. En die zette ik op. En het was alsof het zo moest zijn. En een nummer wat gedraaid werd. Dus waarom blijf je nou van me wegrennen? Je weet toch dat ik hier op je wacht. En als al je zogenaamde vrienden weglopen bij je, blijf ik nog steeds op je wachten. En daar brak ik. In de auto, huilen. En ik reed naar huis. Schreef een brief aan mijn ouders, die waren op dat moment niet thuis. En zei dat het tijd was om samen weer de Heer te dienen in plaats van tegenover elkaar te staan. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid of lafhartigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Tick-tock, tick-tock.